Bravo, Mikey Zulu. Wij zijn vertrokken. ETA is 5 minuten. Let op dat alle armen en benen binnenboord zitten en dat er niet gerookt wordt achterin en over. Je had hem wel van Zeus afgehaald, maar niet doorgezet. Hier Romeo Max op het net over. Romeo hier Yankee, luid en duidelijk. Hier Chester, ik meld mij op het net over. Romeo Bravo en Mike zijn vertrokken over. Roger dat Bravo u vertrokken over. Tim, wil je even je kaart kijken bij over 3? Ja, dat zien we daar wel, Damien. Is goed. Derek. Derek, zag je wat er net gebeurde? Ja, maar jongens, we zitten in een helikopter, hè? Zomaar. Dus je weet... Oké. Okay. Pim, als wij zijn gestegen, weer dan 63? Negatief, ik wil een 180. Is goed, welke kant op richting het westen? Goed zo. Romeo, wat voor Yankee? Ja, hier Romeo, heeft u misschien voor mij ook een PC-voertuig over? Romeo, hier Yankee, wat wordt u gewild over? Hier Romeo, herhaal slechts verbinding over. Romeo, hier Yankee, er staat een nieuwe Laro voor u voor de hangar, over. Roger dat zicht, dank u wel Romeo. LZ in zicht, anderhalf klik. Nou, drie keer missile warning. Oh, geweldig.
gaan wij daarna, zodra die 180 is bestendigd, gaan wij pas naar het voertuig. Copy. Bravo, greet maken voor uitstijgen. Zodra we zijn uitgestegen, een 180 graden richting het westen. Geweldig. Steve K. heeft mij net gevonden op Facebook. Oh joh, we aan het stoppen naar huis. Hey. Oh, wacht uit. Je landt op een gebroken huis. Ik kan dat poortje kijken. Achterkant staat op een huis. Achterkant staat op een huis. Achterkant staat op een huis. Ja, ja, ja. Uitstijgen. Rob, je kunt vertrekken. We zijn all-out. Oké, okay, lui. 180 richting het westen. Oh, fuck, gun short. Ja, check. Romeo, bravo, over. What the fuck? En niet te ver naar voren bewegen, lui. Ja, Romeo, bravo, over. What the fuck? Daar ging kleur. Wie zijn die lui die zo ver naar voren lopen? Wij pakken hier een huisje, daar hebben we een mooi uitzicht op. Ja, verdeel maar over die huisjes. Ik ga met Leon even checken. Hey Hendrik, Zulu is down. Ja, gezien. Maak me ongeveer bij de lijn een globale 180, jongens. Dus jullie Break, ik wil graag een CLS op mijn locatie. Sabrina, waar is jouw locatie? Bij het brandende Chinook. Oké, allemaal heen. Noordwest. Waar is jullie locatie? Ik ben al naar noorden, westen. Direct noord. Thanks, Sabrina. Hey Rob, ik ga even optillen. Hupsie daisy. Dat je sex. Dank je. Sabrina, haal Tama. Er is hier ook shrapnel. Kom maar terug. Ja, ik ben er bijna. Kom maar richting mij. Romeo, hier bravo over. Even kijken. Alle eenheden die mij kunnen verstaan, Zulu down, Zulu down. Dit is geen 180. Zit ik wel? Ja, ik zit er wel op. Hoe heeft u dit overleefd? Ik denk het wel hoor. We zitten er beide aan het werken. Exact. Ja, ik heb Saline al erin gegeven, dan krijgt hij die extra boost. Bravo, hier Yankee, ik zal uw bericht doorspelen naar Romeo, over. Yankee, bravo. KVO, bravo uit. En ook zo, dat is armen. Wie is dit dan? Okay. Dit is Rob. Echt? Wat? Yep, yep. Daar is het ook al. Ik zie er eerder uit. Nee, dat kan niet.
Even allemaal van die kleine shrapnel rondjes. Daar waren alle kogels. Niks. Ja, het is gelukkig niet bleed of lost a lot of blood volgens mij. Niet toen ik het dak was. Wie gaat de piloot ophalen? Piloot wordt nu op. Geen idee eigenlijk. Ik hoop Chester. Mike Bravo over. Oh, daar waren alle bandages dadelijk al. Inderdaad. Oh, die hier man. Lijkt dan emo. Hier, Mike, zend bericht. Overal crashes. Mike, is het misschien mogelijk om Zulu bij u te houden, over? Ja, zeker mooi hoor, Domees. Dat is een mogelijkheid, over. Kunt u hem ophalen met de Fennec, over? Ja, positief, dat kan wel. Moet ik zo'n pak geven? Even kijken, zijn arm duurt heeft nog twee medium bruise. Maar ik kan al een pak geven. Ja, alleen dan gaat het waarschijnlijk nog iets slomen. Ja, hij gaat sowieso al slowen, dus dat maakt echt helemaal niet uit. Pim, hoe lang duurt het ongeveer nog? Ja, het is bijna klaar. Even geduld. Goeie zaak. Hebben we het geven? De 180 is opgezet, we hebben het westen in zicht. De pak wordt nu gegeven. Leuk, 20%. Bravo, hier Mike, over. Mike hier, Bravo, over. Hier Mike, ik heb eenmaal Pax met Fennec naar u toegestuurd om de Zulu op te halen, over. Mike, Bravo, copies. Er rijdt een Fennec links van ons. Ja, dat is Mike, de mortiereenheid. Licht over. Hier, Mike op short. Ik zit op jullie short. Copy. Copy. Bravo, hier Yankee, bericht over. Yankee, hier Bravo, zend bericht over. Bravo, Yankee, Romeo, relayed message als volgt. Tweede clue komt nu Zulu oppikken via rescue missie in een helikopter Cougar. Direct is de Fennec. Wordt gevraagd of jullie de missie willen voortzetten vanwege tijd. Over. Yankee, Bravo copies. Extra. Zulu gaat met Mike mee. Ik herhaal, Zulu is bij Mike. Ik kan het wel. Hier Mike. Bravo, hier Yankee, solid copy. Zulu is bij Mike. Er wordt geadviseerd om Zulu buiten de no-fly zone te houden, zodat hij gerescued kan worden. Over. Ja. Maar door, ja, ik ga wel lekker dekking zoeken. Ramon, anders neem je mee naar Mike positie, want ja. 60 komt hem ophalen. Hier al laatste bericht, Hendrik. Zijn bericht. Zulu zo dadelijk bij ons. En wij zijn buiten de no-fly zone. Is er iets over met no-fly zone? Ja, zover was ik ook al. Mike, Yankee, soft copy. We zijn buiten de no-fly zone. Oké, de rest van ons weer gaan verzamelen. Ik wil graag een enkele kolonne richting OV1. Natuurlijk, wanneer ik gearriveerd ben, gaan we lopen. Oké, Budgepijn, stel je alvast maar op de weg. Chester, Yankee, ben je klaar? Ja. Ho, 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 ho. Chester, hier Yankee, bericht over. Ja, Budgepaar 1 in positie. Budgepaar 2 erachteraan. Chester, Yankee, ontvangt u mij? Ja, hier heb Chester, roept u mijn muziek in ontvangt. Ja, kopie. Ja, Lorenz. Leon, kom gaan. Chester, Yankee, als volgt. Zulu is samen met Mike meegegaan voor de rescue.
betekent dat Zulu op dit moment de positie is van Mike. Ja, positie Mike, roger over. Kopie, Yankee. Van mijn part kunnen we bewegen. Leon, even een tip, hè. Enkele klon. Chester is erover. Achter mij. Als Kees met vanheen beweegt. Heeft u een demblok bij de Chinook gezet of wat dan ook? Ga maar even voor mij aan. Ga naar Leon. Die is ter grond geslagen, over. Is hier opgeblazen, vraagteken? Positief, over. Mooi, dan hebben we geen last meer van de techniek die gestolen kan worden. Ik zie u zo. Waarschijnlijk loop ik iets slower dan de rest, omdat ik 64 kilo te pakken heb. Nee hoor, je bent goed getraind, je blijft altijd dezelfde snelheid houden als je shift inhoudt. Oké. Okay. Slecht excuus. Wacht, 0 shift. Laatste man bijgetrokken. Installaties in bepaalde dorpen. Ja, dan heb ik even niet tussen gehad. Ja, dan kunnen we sprinten, Pim. Oké, begin met sprinten. Hoe is eigenlijk luisteren goed uit? Wat doen ze hier voor, joh? Ik snap het niet. Nee, ik ook niet. Het zal weer aan mij liggen. Nee, nee, ik lig niet aan jou. Ik zie het ook. Ja. Even opnieuw aanbodje geven. Ik zit er ook aan te denken om misschien een paar keer eens opnieuw te gaan doen. Dus gewoon even, weet je, basics weer onder de knie houden. Ik berg kan wel liggen, toch? Ik heb al Advanced OVG gehad en dergelijke. Ja, die moet ik ook nog steeds doen. Ja, Advanced Inventory heb ik al. Yep. Ik heb alles al, Advanced Inventory. Ja, mag wel. Doorstoten naar die richel en dan daar gaan liggen. Ook weer een 180, Pim? Negatief, linie. Ja, hier, just a little, you're in the angle. Linie aan welke kant van Mikey? Ja, Roger, zit nog zwart er ook over. Ik mag hopen dat hij goed is. Doe maar aan de linkerkant. Op de shed over. Nee, motherfucker is gewoon zwart voor mijn ogen over. Godverdomme. Ik kan heel donkergroen ook. Long range. Ja, oké. Wat dan? Is het best wel chaos? Nee, het is debiel. De echte Cluzo, laat zien hoe het moet, hoor. Ah, jongen, nee, ik was opgestreden. Rechts aansluiten op Buddy Par 1. Oké, rechts. Ja, nee, ja, ik klikte één keer op Q in de Cougar en ineens deed ik poeh, toen was mijn meenauto kapot. Oh, motherfucker, had je nog een schijnder kunnen uitkiezen, joh, lul. Ja, ga iets verder naar voren dan. Ja, mijn C-tab stond erbij. Maar ik zie niks. Als je nu nog een 5 meter erbij pakt, dan kun je hem op een vlak stoppen. Ja, ik zie ook niks, wacht uit. Als we gepakt worden door de kant van de neus. Spin, bitch! Ik wil naast me zitten, ja. Mike, bravo over. Ja, hier rechts is ook niet het dorpje waar we... Hier, Mike, zijn er in ieder geval. Mike, kunt u posities markeren vanaf uw locatie? Over. 95 vanuit Mike zien helemaal niks. Hij zit in een... Het dorpje ligt over. Achter die andere... Mike, bravo kopjes, bravo uit. Mike, hier Chester over. Hier, Mike, zijn er recht. Ja, Chester, dankjewel voor het oppassen voor mijn kleine broertje, over. Hier, Mike. Ja, gedaan. Over. Ja, sorry, ik had even een facepalm momentje. Gewoon voorwaarts naar dat huisje hier rechtvoor. Ja, gewoon voorwaarts naar... Gewoon in linie. Ja, is goed. In linie naar de volgende heuvel? Ja. Of naar dat huisje? Zie je dat huisje? Dat is de volgende heuvel. Oh, oké. Oké, lui, we gaan naar het huisje bewegen die recht voor u staat. En dat doen we in linie. Pak hem dan. Wapen half loop. Zo rijden we welk huisje? Het dat hier voor ons staat op de berg. Plus minus 300 graden. Ah, jongen. Net ten westen, dat huisje met dat Big 3 daar achter. Ja, toen lekker boven een dal gevliegd. Van iedereen gereed is, kunnen we geluid van ons wordt afgekaatst terug de vallei in. Oké. Okay. Ja, gereed. Dat is ook sowieso met die LZ. Ik moest ineens van 300 meter. Toen ik van bergen naar beneden moest, zat ik opeens op 300 meter. Ja, dat is kut, hè. Dus ik ben slingdood. De linie wordt letterlijk van mooi naar lelijk. Ja, ik denk om de tussenruimte. Ik voel me een beetje opgekropt hier ooit midden.
Ja, dat ben je niet gewend, hè, Mike? Het staat altijd op de zijkanten. Ja, eerlijk. Vooral die van Leon, hé. Oké. Wapens hoog bij het gebouw. Yep, yep. Yo, ik ben op je back. Yo, ik ben op mijn back. Ja. Sorry. Dat maakt niet uit. We zitten bij het verkeerde villetje. Wim, als je dat even weet. Ik weet waar we zijn. Maar okay, dit is echt gewoon kutterrein. Ik kan niks spotten, dus we gaan er blind in. Ja, we kunnen naar het noorden, daar zit nog een berg. Ah, gewoon maximaal orgelen. Jongens, clear dit dorp. Clear dit dorp eerst even. En dan ga ik even een nieuw plannetje verzinnen. Mitchell, gereed? Yes, 3, 2, go! Ik ga rechts. Nee, ik word niet. Ja, ook weer. Oké, okay. Ik ga even dus kijken wat we hier dan nog meer kunnen doen. 2, 4. Jongens, ik heb gemarkeerd op de map. Haal de puntjes weg als je in het huisje bent geweest en hij is clear. Move met Butchberg. De hel haal je in een godsnaam puntje weg. Zijn mijn puntjes neer? Je drukt op M en dan ga je op een puntje in. Dirk en Mitchell, waar zijn jullie? Jullie laten een van je paks achter. Ik ga een ander puntje puntje gewoon verwijderen. RV. Ja, oké. Okay. 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 Sabrina, ik ben aan de weg. Mitchell, waar is Dirk? Waar lag je? Dirk, achter je. Ja. Leslie, ja, ik kom er zo aan. Of ik kom er zo aan. Oké, ik ga even met Pim kleren. Ja, dat snap ik hier wel. Oké, jij zat hier. Oké, is goed. Dan haal ik even dat. Moet ik even bij jou blijven of? Nee hoor. Verdorie, die door. Mike over additional. Niet aan jezelf praten, Olaf, in Dammer. Mikey, bravo over. Bravo, wij gaan herpositioneren naar een punt waar wij tevens jullie ook zouden moeten kunnen ondersteunen met spotten. Over. Dankjewel, Mike. Weet je, dus de komende 2 à 3 minuten geen support. Ik herhaal, de komende 2 à 3 minuten geen support. Niet te ver naar het westen kijken, ga niet midden op de straat staan, dank u. Bravo kopjes. Oké, luidjes, wanneer we hier klaar zijn. Desnoods zijn we nu al klaar hoor, want ik denk niet dat we hier heel veel te doen hebben. Ah, dat wist ik eigenlijk al toen we hier aankwamen, maar... Noem het bezigheidstherapie. We moeten wat doen voor het geld. Inderdaad. Oké, ik heb 2 puntjes gemaakt. Ik heb RV1, die is voor sectie 2. Dan zal sectie 2 de sectie 2 lijn gaan volgen naar een berg en daar een VUPO neerzetten. Komt voor elkaar, Pim. Heel sectie 2 op RV1 verzamelen, ASAP. Sectie 1 die gaat dan met mij mee. Wanneer dat sectie 2 op de VUPO is. En dan nemen we de sectie 1 lijn. Yo. Hey. We zijn allemaal aan de RV1. Nee, alleen sectie 2. Oh, want ik zie nu volgens mij iedereen daar. Sectie 1 op mij. Sectie 1 op mij. Sectie 2 is begonnen met lopen. Romeo en Sierra.
Dat is dus Sabrina en Leon missen nog. Romeo en Sierra. Oké, ik ga beginnen met Sabrina, sectie 2. Romeo, ja, wij hebben een 100% affirmative op een AA gespot op gridmarker 101023 ten westen van Bravo. Pim, ik heb ook een klein foutje gemaakt, zie ik nu. Ik dacht dat Jack een normale potje was, maar hij is ook een medic. En ik heb geen medic in sectie 2. Dus er wordt zo meteen even iets veranderd als je het niet erg vindt. Je hebt toch een medic nodig, Maffé. Totdat we geraakt worden. Ja, wij worden sowieso genoemd door BTR's en shit. Ja, ik heb al zicht op één BTR op de welge. Van sectie 2 halt, sectie 2 halt. Bravo, dit is Sierra, kom in. Sierra, dit is Bravo, over. Bravo, we hebben eenmaal AA gespot in de stad in jullie oosten. Gridmarker 101023, over. Moet ik naar hun toe? Sierra, 101024, over. 023. Sierra, Bravo copies, 023. 101023, over. Dat is een positief. Marker AA gespot, over. Godverdomme, waarom wil dit niet in de dinges? Mike! Dat is het dorp ten westen van jullie. Als jij op positie bent, dan heb je ten zuiden van jou heb jij een AA. Ja, copy. Die mag jij en moet jij direct stuk maken. Oké, ik zal mijn best doen. Houden jullie bezig met die BTR? Die AA kunnen we ook kapot maken met een doe ik wel, ik heb zicht op mijn HT. Nee. Dat krijgen we weer zo'n kutactie. Precies gemarkeerd en wat het is. Sierra, Bravo copies. Ja, nee, maar er rijden niet zo'n 4-5 tanks rond. Aan BTR's. Dan zijn we geen raketten meer. Ik wil van deze raket af. Hey, wacht uit. Dat is een correctie op Sierra Samar. Ik ga gewoon het demolition blok hier knallen. Precies locatie, over. Chester, Bravo, copies. We werken eraan. Sectie 2, over. Ik wil graag aan de linkerkant en aan de rechterkant van mij dat er wordt ingegraven. Chester, Bravo heeft javelins bij zich. Of op Pim's teken. Die wil ik graag gebruiken, over. Hey Chester, Roger. Hey Pim, ik zit maar met javelin te kijken, maar ik zie helemaal niks. Oké, Sierra. Met de marker. Oké, uitkijken. Sierra uit. EE is juist actief geworden, Karel. EE is juist actief geworden. Pim, ben jij zo ver met je sectie? Wij zijn gereed, maar die AA die moet eerst stuk. Oké, ik kan die uitschakelen. Die EE is op het moment dat nu al. Oh, wacht even totdat ik klaar ben met mijn. Met mijn treintje, dan ga ik die AA of. Ja, kopje dat. Beetje al gelijk met jou uitschakelen. Noordoosten wijzen, over. Oké, sectie 1, we gaan direct even bewegen. Ik heb nog steeds een lockcode, ik ga hoogte maken. Ik ga hem nu uitschakelen. Oké, okay. 3, mic over 2, long. 1, vuur. Additional. Fuck, ik heb een andere panzerfout nodig. Ja. Het is schakel. Nou, is al goed. Pim, lijn of speer of whatever? Kolonne. Pim, daar is goed. Ja, dank je. Ik zag het. Zag er peppy uit, man. Goed zo. Met jou is uitgeschakeld. Mic over, additional, over. Mike, Bravo is nu in aanval. Wacht uit. Zijn er nog maar. Iedereen maximaal schieten wanneer je vijanden ziet. Roger, Roger. Sectie 1, gewoon sprinten voorwaarts. Op het dak, Pim, op het dak. Chester, Charlie 1-1, nu heeft hij hier friendly een, fire of niet? Want ik zie licht voor. Ik ga een keer over. Chester, Charlie, dankjewel. Over. Chester, hier hang je wel. Ja, hier Chester, over. Ja, hier hang je van de vijf langer. Welke pax ligt daar? Namelijk, ik heb niet dingen. We komen het dorp in, we krijgen. Ik heb zo meteen een medic nodig, want ik ben wel geraakt. Sectie 2, opletten waar je op schiet. Sectie 1 is nu in het dorp. Ja, positief, ik heb zicht. Positief zicht, ja.
Ik kan namelijk niet heel veel close range pimmen vandaag. Yo! Jack, ik loop wel met jou zo mee. Blijf maar even hier. Sectie 1, kleren! Ik kan maar. Mike, bravo op additional, over. All call signs, dit is Yankee. Confirmed 1 maal AA down. Over. Kijk, uitwest 22-0. Dat zag ik al wel, is dat mortier? Want er kwamen daar alle inslagen, of is dat mijn? Voor sectie 2 heeft iedereen zicht op het grote compound. Een bom erop, maar ik zie daar niet, maar er waren iets van 3 ton inslagen. Oh goed. Negatief, maar dat is niet Mike. Mike zit Maar ter hoogte van het boompje waren er iets van 3, 4, 5... Ja, wil je Mike over additional, zend het maar. Ja. Mike, u wou ons bereiken over? Positief. We gaan het bij sectie 1. Ik ga achterlangs. Ja, kom goed. Voor support, maar wij gaan weer verplaatsen, over. Mike, bravo copies, over. Ja, alles gaat goed hier, volgens mij. Mike uit. Mike, heb een huis gekeurd. Sectie 1 heeft alle gebouwen hier omsingeld op onze positie. Oké, we kunnen. Goeie zaak. Sectie 2 ligt klaar voor het benodigd vuur. Kut, de deur die zit aan de verkeerde kant. Aan de verkeerde kant. Dichtbij moet komen, ben ik bang. Yep. 3, 2, 1, go. Kan ik misschien één medic op de vuurpo krijgen, want de blauwe is geraakt. Ik heb trouwens zicht op dat hele grote stad, maar ik zie geen ene bal aan met mijn thermal, dus het lijkt dat er helemaal niemand is. KVO Mike, Oké, blijf hier even liggen. Ja, hou je in vuurpo? Sherry hier, Charlie heeft bericht over. Ik hoor het, Sabrina. Charlie, vanuit uw OV1-punt heeft u meest waarschijnlijk zicht op de AA. Ja. Met Jeff kunnen uitschakelen. Ja. En dan ga ik even voor hun een nieuwe plek verzinnen. Jeff, nogmaals 2 bommen gedropt. Kijk of deze wel goed gaan. Ja, ga maar gaan naar sectie 2. Sabrina komt nu jullie kant op, jongens. Oké, goeie zaak. Dan ga ik even voor jullie een nieuwe vuurpo zoeken. Op de AA, over. We zitten echt op het punt vuurpo, Sabrina. Kopie zal ik herinneren. Over. Chester, de Sierra, dat is een good hit, over. Hier, Chester, Roger, 2 goede hits, over. Alle eenheden, tweede EE uitgeschakeld. Hier is Chester, leaving the go on to be out. Ah, nice. Even 2 tellen, dan ga ik... 2 tellen? 2 tellen, ik moet heel even gaan plassen. Oké, ik blijf hier wel even zitten. Pim, ik heb ook al gekeken naar die Bravo 2-3 die omcirkeld is. Ik heb daar niks gezien. Hartstikke top, man. Ik heb een nieuwe plek voor jullie verzonnen. Charlie Sierra. Ik heb oog op al. Gaaf. Oké. Wanneer dat jullie allemaal gereed zijn tot wegen, daarheen panieren. Charlie, wij hebben geen zicht op het dorpje Hoedseroetiman. Hoogstwaarschijnlijk tot daar de laatste AA-locatie is, over. Oké, Plava is bijna weg. Dan vertrekken wij gelijk naar de volgende voetbal. Hoedseroetiman. Ik ben weer terug. Oké. Mooi. Er is juist een auto inkomend van het westen. Ik heb het start in een split second, dus ik weet niet precies wat het is. Ja, dat is een oud vehicle. Dat is een 50 vuurpo schuren. Oké, kopje dat. Heeft u vanuit uw plek wel zicht op dat dorp, over? Dat is een... Wacht uit. Uitschakeld. Goeie zaak.
Gunner is waarschijnlijk unconscious. Sharon, hier Charlie. Oké, Sectie 1, wij gaan voorwaarts bewegen naar de volgende gebouw. Ja, kopie dat. Ongeveer 2 is als omhoog pompt en zo zicht moeten hebben, over. Gewoon maximaal op ratelen, jongens. Daar heb ik jullie daarvoor. Oké, zie jij uit. DDR, ongeveer 300 meter normaal, die stapt op de weg. Ja, hier Romeo, klopt dat er 3 instructies in de eentje moeten rijden? Dat zijn die pleurs, vraagteken over. Rob, vraagteken, Clu, over. Best en op de weg. Eén keer instructie voor Alfa. Roger, dat is afgeschreven, dat hebben we met paniek dat ze moesten rijden, dus vandaar dat ik even ging ingrijpen over. Volgens mij is Rob gewoon dedicated, Clu komt helemaal goed. Top, dan weet ik voldoende. Hey Sabrina, blijf jij maar even tijdelijk nog bij sectie 2. Voor alle eenheden. Support. Ja, we zijn buiten hun range. Niet vuren op hun. Niet vuren, ik herhaal. Niet vuren. Yo, verder. Sectie 1 steekt over. Oh, what the fuck? Dat was erg dichtbij. Charlie hier, Sierra. Dat waren wij niet. Ja, en je Charlie geeft bericht over. Check your fire. Charlie, waren wij niet? Wie was het wel? Ik heb die PTR gesloten, serieus. Oké, kopje. Zit van daarachter dus neer, je hebt er nog een pakje omheen, 4 of zo. Wacht uit, ik ga even checken. Oh, enemy parts. Was dat niet Chester? Waar de fuck is Chester? We gaan moven naar. Sectie 2, wij zitten onder contact. Vanaf waar? Oké, we gaan nog niet move. Redsmoke. Romeo, hier Sierra. Hier zal ik mijn naam. Sectie 1, bij mij aansluiten. Ik heb eventueel voor mij... Sectie 2, 5 meter richting het westen. Daarvan worden wij beschoten. Sweeping fire richting het westen. Op Redsmoke, op Redsmoke. Vanuit dat compound, airfield zelf, Romeo. Ja, wij zitten op de red smoke. Dus, iets... Oké, kopje dat shit uit. Vanuit het westen worden jullie bekogeld, kopie. Ik heb vanaf hier geen zicht. Gewoon even maximaal vuren eroverheen. Gewoon even sweeping fire over die straat heen en de gebouwen. Maxen die verstoppen zich in de huizen. Mike, hier Sierra. Hier Mike, Chandrecht. Denk om de kogelsluit. Sierra, eenmaal fire mission, driemaal HE op grid. Ja, dit werkt wel. 8, 2, 2, 1. Sectie 2, jullie kunnen doorbewegen. Sectie 1 blijft tijdelijk uit het zicht. Ik probeer support wel via Mike te regelen dan. Ik ga er maar achteraan en dan laatste bij de paar. Laatste 3 coördinaten waren 0, 2, 1, Sabrina, over. loop maar achter Wesley aan. Ten noordplaatsen van Marker, over. Huisjes kleren. Ja, deze huisjes even beginnen. Hier Mike, wij hebben zicht, wij gaan vuren. Sierra, kopjes, Sierra uit. Is het straks mogelijk om een herbevo in het stadje aan te vragen, want ik ben bijna door mijn kogels. Ik heb geen javelins meer. Ik zal mijn best doen. Ik heb ook al geen javelins gebruikt, ik heb er nog wel 2 nodig. Romeo, kom Yankee. Yankee heeft u zicht op mijn plaatsen, vraag Mike, fire mission complete. Voor sectie 2, als we op de volgende gebouw aan zijn gekomen, gaan we hetzelfde doen als hier. We gaan ons ingraven en we gaan maximaal dekking leveren voor sectie 1. Ja, hier Romeo, mijn voertuig is genetering gegaan bij het omrijden van een bosje. Ik ben hierbij gewond geraakt, kan hier wat aan gedaan worden van de... Sectie 2 zit in vlak 0. Clear. Denk je eens, over. Ja, dankjewel Jackie, alles is gefixt. Top, Romeo uit. Romeo is er nu. Hier dan je Colin. Ja, dat was ingeklapt dat die ene hier zo onderweg was. Toen het door een flying zone gereden, kunt u die pas echt bij Alfa aan zijn vlak te kunnen. Ja, want je had er een beetje meer gezegd. Hier, Chester over. Golf, die Chester over. Golf, je
Mike, nog even. Is dat je golf over? Jij, Chester, op uw 4 uur in het dorpje rechts onder u heeft u eenmaal AA-voertuig staan. Die rijdt op dit moment rondjes, over. Als je zegt dat op het stadje sectie 2, dan mag je ingraven en dan gaan we kijken voor enemies. En een beetje simpel, die enemies. Sectie 1, ik kom daar zitten van jullie. Ja. Oh, daar ben je. Golf is nummer 7. 2 uur, over. Leon, volgens mij. Ik loop wel even met Leon mee. Wat zei je, Pim? Ik loop wel een keer met AA. Graag ASAP uitgaan, lopen. Ja, zeg maar. We zijn hier gewoon aan het kleren. Kom je dan? Yo, ben bij je. Pim, daar is overigens een tank op die af. Vanaf een airfield, ik zal een keer. Ik weet niet welk huis dit is, namelijk. Ja, ik weet het wel. Nu goed. Ik heb het schot genomen, ik heb ogen op de Pax. Hij is zuiden, hij loopt bij me omheen. Mike, hier is Jara, kom in. Hier, Mike, centerrecht. Greet! 1, go! Hier Sierra, graag ik al fire mission op grid 078-1-019-6-HE, over. Clear. Clear. Fire mission Foxtrot, correct, over. Ja, roger dat. Clear. Ja, volgens mij is die wel clear, maar... Golf, het zijn er twee. Er komen twee op je afgereden, over. Dat is een gate. All call signs hier, Yankee. Ja. 3x EE is uitgeschakeld. Ik herhaal, alle EE in de EO zijn uitgeschakeld. EO is clean for all fire. Blijf over. Even bij je. Ja. Hier dan nog wat woordjes over. Yankee uit. Bravo, copies. 30 seconds. Jongens, alle EE's zijn uitgeschakeld. Goeie zaak. Chester, hier Romeo over. Sectie 2, ik heb het voorgevoel dat jullie nu al kunnen beginnen met OVG'en. Is goed, dan gaan we eerst op linie voorwaarts en dan gaan we met linie buitenwijs. Dan gaan we kleren. Ik heb sectie 2 dat begrepen? Romeo, je volgt over. Splijt. Romeo over. Zojuist meerdere keren contact met T55 op afstand. Allemaal uitschakeld. We hebben er ook eenmaal EE stuk bij Charlie EO uitschakeld over. Oké, okay, is iedereen klaar om te bewegen? Ik zit in de minaret. Oké, okay, dan gaat sectie 2 nu bewegen. Mikey is Nokkie. Linie lui, geen enkele klonen. Waar vandaan, man? Oeh. Hey, daar, ik heb neer als het goed is. Ik heb smoke gegooid. Lui, geen enkele klonen. Golf, rijdt er eentje rond op de airfield. Kunt u die uitvaart even aftrekken? In golf haar laat bericht over. Er rijdt eenmaal tank over het airfield, kunt u die uitvaart even vragen? Als je de luisje hebt gekleed, gewoon lekker puntjes ervan afhalen. Oké. Buddypagenwijs kleren. Posie, 10 gestoven, haal wat lossen. Ja, je bent weer heel. Dan haal ik even die stipjes van de map af, als ik weet waar we zitten. Nou, we hebben dit zo dit kampje. Oh, Bravo is hier bij ons. Ja, Pim. Alleen deze hier om de hoek, Pim. Ja! Ja, de toren, de minaret. Die toren heb ik al gekleerd. Okay. Ja, top. Pim. Mike Wesley liep bij mij, hij komt naar jou. Ik heb nog 4 magazijnen, vind je het goed dat ik zo even iets anders oppak? Oh, dank je. Ik kon niks zeggen. Yankee hier Bravo over. Romeo hier Bravo over. Hier Romeo, zegt Mr. Chauffeur. Romeo, is het mogelijk al voor herbevo voor Bravo? Hier Romeo. Dat is een positief. Moet even relayen met Zulu zodra deze binnen bereik is, over. Romeo, Bravo copies. Bravo uit. Romeo, hier Jesse. Bravo in golf over. Negatief, golf, Bravo over. Komt eenmaal van de tank vanuit uw westen over. Daar staat nog half uit wel. Copy. We tanken uit het westen over. Ja, AT, we hebben een tank in het Romeo, westen. Chester, ik heb nog steeds een EE-lok over.
kan je markeren? Oh, EE lok weg. Mike, hier is Sierra, kom in. Mikey? Oké, zet rep buddy bij 1. Wacht uit! Medic nodig, buddy paar 1. Leon! Kom maar, kom naar je toe. Ik moest even naar huis kleren. Hier Romeo, LZ Kilo, Kilo 2-1 voor re-inswitch, over. Bravo, over additional. Er komt een T-72 jullie kant op gereden. Dat kan ik vertellen. Mike, dank je. Tweemaal Kia's. Buddy paar 1. Vanaf de runway, buddy paar 1, helemaal weg. Kijken, misschien maak ik dit met een shield cam. Oké. Hier golf wat een message golf. Pim, kan jij mij snel de locatie doorgeven van die tank waar je het over had? Negatief. Vanaf de airfield, is er locatie ongeveer over. Southeast vanaf het airfield, vanaf de runway. Hier golf, dat is 10 km afstand, hebben wij helemaal nog gezicht over. Ik neem ook wel even die javelin mee. Ja, ik neem ook wat mee. Kun jij wel munitie oppakken? Roger, ik had juist een technical glitch, dus er is nu één bom aan het dumpfire ergens. Ik weet niet of je zit er op buddy part 2? Ik heb Leon bij me. Ja, Chester, Yankee, dat is confirmed shulk on the airbase. Blijkbaar is de... Ik kan hem niet meenemen vanaf... ...van de Sierra naar de airbase getrokken en... Buddy part 2 is oké, buddy part 3? Damien is oké? Ik heb zicht kan uitschakelen. Goeie zaak. Dit is Sierra, dat is een negatief. De installatie vlak bij Sierra in het zuiden staat nog steeds op de plek over. Tank Oost, oké. Trim nog markeren op de kaart. Jank, heb je hem net verwijderd? Romeo, die vrouw die over. Hier Romeo, geen bericht over. Charlie is eerste dorpje binnengetrokken, over. Wat was je Charlie eerste dorpje binnengetrokken, succes over. Charlie uit. Jongens, ik heb één keer eenmaal AT op de tank gegooid, maar hij rijdt nogal. Ik kan niks meer doen, ik heb geen enkele AT meer. Wacht, ik pak een AT van de doodbody af. Moment. Waar is die tank? Ja, hier Romeo, heeft u ontploffende Chinook bij landing meegekregen? Ik gooi Chester eroverheen. Locatie, vraagteken over. Is goed. Mijn huidige locatie. Allemaal in koffer voor die kut tank. Chester, hier Bravo over. Chester, Bravo heeft op noordwesten van mijn locatie 1T92 over. Hey Chester, Roger, wacht uit. Eerst de EE uitschakelen voordat ik verder kan, over. Yankee, hier Sierra, kom in. Ja, even wachten Sierra, ik ben nog steeds met Yankee in gesprek en werd gebreekt door Bravo. Ik zie een, tracers uit de grond komen die op ons Chester aan te schieten zijn. Niet erop schieten, niet erop schieten! Ja, niet op het tank schieten, dat heeft echt weinig nut als ik jou... Romeo, dit is Yankee 19, ik heb de quest van de Chinook niet meegekregen. Zend bericht over. Ja, korte samenvatting, complete bullshit. Zat er heel veel research in. Research gaat even TP, anders moeten ze weer heel lang. Pim, hoe zit het met Chester? En brandende Chinook weg, en het voertuig van mij daar in de buurt repareren. Ik krijg Chester niet 1-2-3 te pakken. Oké, Mike, jij had een panzerfout of een AT. Ik heb helemaal niks gezien. Ja, ik vlogde bij landing echt een schip reden. Hij was echt ruim nog 2 meter van de muur. Oh man, dit is echt fucking kut. Chester, Bravo, er is geen EE in Bravo gebied over. Chester, get down, get down. Ik kan het... Iedereen liggen! Chester komt er nu aan! Oké. En in de tegen het zand. Bravo, wegwezen daar. Dekking zoeken, de bom is gegooid. Ik zie nog steeds mensen 10 meter ernaast, over. Spread!
betekent uitspreiden. Daar was die! Goeie zaak! Hier, Chester, einde tank, bravo. Dankjewel, Pim! Chester, bravo, dankjewel, over. Oké, laten we gewoon lekker doorgaan met overgeven. Ja, bravo, Chester, staat er nog eentje, zou ik ook even voor je uitvaren. Chester, bravo, graag! Ja. Boven erop, zoek dekking. Liggen, liggen, liggen! Tweede tank! Waar? Romeo, je Sierra? Daar! Hier, Romeo, geef het over. Sierra gaat verplaatsen naar Sierra over 2, over. Wat is dat? Sierra verplaatsen richting Sierra over 2, goed kopje over. Oké, Sierra. Sabrina, ga maar weer terug naar je buddy. Golf is Chester, dan zal ik je mij vragen, ik over. Die golf over. Ja, Chester, ik ben zit op de overige tank. Er staan nog een paar tussen die nog heel sterk in het rijtje. Kunt u die uitschakelen? Dat zijn mijn bommen niet waard, over. Hey, yo. Je golf, het liefst. Kruikvuik ga ik met MZ. Pim, zoals je weet, Mitch van BDPRP hier die reageert niet meer op mij, Laurens. Ze weten niet waar die is. Ja, hier Chester. Nee, hij is een beetje. Even kijken wat ik kan doen. Ik wil mijn arm niet aan gebruiken. Even kijken of High Explosive ze uitschakelt over. Ja, hoeveel AP heeft u nog, vraagteken? Ja, weet het 20, maar piercing. Alleen die gebruik liever van situaties. Dat zijn stilstaande tanks, dus geen directe dreiging over. Chester, Roger. Golf hier, Romeo over. Mitchell, vang je maar op de radio? Romeo met Golf over. Ja, hier Romeo, indien je de mogelijkheid ziet, Alpha ondersteunen bij EO over. Hier Golf, wilt u dan ook het daadwerkelijke stadje inrijden over? Of gewoon van afstand wat we afschieten over? Is hij misschien Kia lopend zonder rukken? Ik niet over. Waarschijnlijk wel. Ik zag hem vlak bij die tank liggen een keer, maar ik dacht dat hij wegliep. Ja, dan is Mitchu Kia. Nou ja, dat is ook niet Kia. Ik zie mijn seat dat hij niet op basis is. Dat is raar, gewoon een verloren pax. Ja, wat is dat? Ja, dit slaat nergens op lang. Ga maar gewoon lekker door met OVG. Hij is ook niet disco. Wow, mijn hele fucking map begint te glitchen. Okay. Yo, ik heb Mitchell in een Cougar. Oh, oké, copy. Zulu hier, bravo over. Wat geven we? Zulu, heeft u reinsert voor mij over? Insert, positief, tweede, pak ze voor u over. Zulu, dank u. Wacht uit voor LZ over. Du. Zulu, bravo over. Oh jezus, deze jongens gaan hard. Maak wie nog een blend? Grijs. Vriendelijk! Nee, zit niks in het oog. Zulu. Zulu, kunt u bevestigen dat de volgende LZ wel ID vrij is? Vraag ik over. Ja, hier Romeo, deze ID, deze LZ was ID vrij, 100%, want er was iets er voor een voertuig al over de ID heen gereden over. Jongens, zijn die huizen Zuid-Oost afgekeurd? Negatief. Dus gewoon even doorlopen. Is veilig, maar standby voor nieuwe LZ. We gaan de goede kant op. Waarom werden alle puntjes op het Zuidoosten weggehaald? Ja, ik ga er wel weer naartoe. Zuidoosten, Zuidoosten. Buddypunt 3 gaat te checken, Pim. Wacht even, Zuidoosten. Dat is gecheckt door mij en Leon. Oké, positief.
helemaal naar links. Jongens, de kleine huisje, de kleine leiding. Kan die ook? Nee, ook. Romeo, Chester over. Hier Romeo, geen vliegtuigen. Ja, Chester, ik heb juist best wel laag een flyby gemaakt over de airport. Ik had geen locks of wat dan ook meer, dus veilig om te zeggen dat EA allemaal uitgeschakeld is, over. Hoort je dat, goede zaak, over? Volgende kamer clear, boven. Great. 3, 2, 1, go. Weer. Ik ga gelijk naar buiten. Zulu hier, Romeo, green smoke, over. Oké. Zulu, zegt dat groene smoke. Ja, dat is goed. Romeo, Yankee, bericht over. Hier, Romeo, over. Ik sta beneden bij de deur. Yo, kom aan. Ik ben er. We gaan gewoon zuiden van de weg langs. Yankee, Romeo, bericht. Romeo, Yankee, bericht als volgt. Nacht begint te vallen. Het is vraag geadviseerd om het airport te clearen voordat het helemaal donker is. Alle omgelegen gebieden zijn vrijwel genetraliseerd, over. Ja, gaan er niet op short range praten, dankjewel. Hier, Romeo, wacht uit en herhaal zodra Zulu hier weg is. Ik heb het gehoord, over. Yankee. Ja, hier Romeo, herhaal ze, doe eens weg. Is check hier ergens? Romeo, Yankee als volgt. Alle suburbs van het vliegveld zijn vrijwel vrij. Ja, geadviseerd worden in het vliegveld. Ja, ik had echt een massieve, massieve contact verwacht, maar Romeo, echt tegenvallen als keer. Hoort hierover. Ja, het valt vandaag wel even een beetje tegen. Ik had echt gewoon peloton, ik had twee pelotons hoor. Ik denk van, wow. Romeo, dit is Yankee, solid copy, tijd staat stil. Over. Hier, Chester, negatief, de night vision werkt wel zolang er een andere lichtbron is, zoals de maan bijvoorbeeld. Mijn missie met de regen werkt dan dus niet, over. Hier, Zulu voor Romeo, ik heb nergens last van het night vision, over. Tijd staat stil, jongens, maakt niet uit. Hier, Mike, wij hebben flare shells, over. Yo, kom eraan. Nee, is toch al clear, joh. Charlie, Alpha, Bravo, hier Romeo, over. Romeo, hier Bravo, over, zend bericht. Alpha Charlie meeluisterend, vraagteken. Hier Alpha meegeluisterd. Charlie, vraagteken. Sierra luistert ook mee. Charlie heeft niet te horen gekregen, over. Ja, alle call signs bied 5 gevechtsposities, ik bedoel aanvalsposities voor vliegveld innemen. Alle suburbs zijn gecleared. Wij gaan de aanval op het vliegveld inzetten, over. Charlie Koffies. Sierra Koffies. Alpha Bravo Golf, vraagteken. Ja, hier Golf over. Bravo Koffies. Hier Alpha. Golf Koffies, vraagteken. Koffie, wat over. Aanvalpositie voor vliegveld innemen, over. Golf Koffies, Golf Golf naar OV hier over. Wat je van je uit. Oké, dus de plannen zijn gewijzigd, heren. Ja, wat goed. Moet zijn? Bravo over additional, er komt eenmaal u als of gas jullie kant op. Sowieso Akkerman net. Opletten, opletten, gas. Ik wil graag een linie. Op mij links. Ja, spoed. Komt de US aan. Ja, Romeo hier, enemy tank of BTR of iets vlakbij Romeo positie, kan u uitschakelen, vraagteken over. Ja, pussy. Ik snap het ook niet. Hier Romeo, niet meer nodig. Ik dacht dat we geen ATR hadden. Ga zo meteen, Erik, ga zo meteen eventjes opnieuw brieven. We gaan eerst even een gas opvangen. Die gaan we kapot maken. En daarna gaan we... Kut. Het is in ieder geval opgelost, dank u wel. Oké. Heren, opletten. Er komt een gas onze kant op, linie op mijn links. Hier Romeo, over. Oké. Ik ga weer kijken of er 23 kappen zijn. Let wel op, er was waarschijnlijk één Bravo-tractie die bij Alpha uitgegeven was, over.
Rotje dat dan met Brave mee, over. Dat is positief, kom ik zo wel weer ophalen, Zulu, uit. Is het guest of gas? Een GAZ. Yo, wil dat ik een blokje op de weg leg? Hey, dat hij er omheen rijdt en dan beam. Ik sta eigenlijk recht op de weg, dus zou ik liggen voor die dan? Ja, je weet dat je moet echt de brug opschieten en wil je die pan kapot maken. Wie is die pak die daar vooraan blijft? Ja, ik. Maar je moet die ugelboeken gericht op schieten. Godverdomme. Oké, okay, in de tussentijd dat we op dat ding zitten te wachten, Romeo wil hebben dat wij aanvalsposities in gaan nemen op het vliegveld. Dus wij gaan ASAP die kant op bewegen. Als die gas niet onze kant op gaat, dus het gewoon dubbele kolonnen over de snelweg en dan rode lijn volgen. Positief. Chester, bravo over. Chester. Hey Chester, heb jij in de nacht kunnen spelen zicht op die gas waar Golf het over had over? Wel. Dat weet hij, maar dat doet hij om ons te fucken. Herhaal, laatste bericht. Mike? Als ik een marker kan krijgen, dan wel, over. Tim, is het geen idee om gewoon nou alvast een dubbele kolonne voorwaarts te trekken? Ja, lopen maar, hij is weg. Oké. Budget bij 1 voorop, budget bij 2 erachteraan en zo maar door. GPC in het midden. Kun je even een route tekenen, zo Pim? Hier Mike, op de rode lijn voor Fire Missions, over. Mike, dankjewel, we zullen zeker gebruik van je maken met dit. Charlie, ja, hier Romeo over. Oh, nou, blauwe lijn voor. Ja, Charlie geeft er recht over. Ja, Romeo, indien u in positie bent, mag u van mij voorste gedeelte F iets inhouden. Vast starten. Gewoon even. Alle groepen laten komen naar sluiten zijn, maar aan dit is een goede tijd. Bravo, jullie rijden richting punt 50. Dat is begrepen, over. Nee, is geen gegeven. Maar Sierra, Romeo, traditional. Jullie open richting een punt 50. Hier is Sierra, geen bericht. Die moet zijn gasmasker af. Hier, Romeo, u mag uitschakelen wat u ziet op Airshoot, over. Even inhouden. Positief, we zijn op 10 pakken verder. Jongens, iedereen even inhouden. Inhouden. Leon moet zijn gasmasker op doen, dus halt. Opnieuw eventjes die kolonne op gaan zetten. Damien, neem jij de 6? Kolonne opzetten. Wesley, ik bedoel Leon, je moet aan de linkerkant zitten. Kopie, ja. Dan ga ik aan de rechterkant. Dan. Invullen. Je hebt de 6, Damien. En dan loop ik hier in het midden. Ja. Wesley. Mike, Sierra. Ja. Oh, stekker. Ja, oké. Okay. Stekker. Je mag dragen. Hier, maar ik ga terug. Leuk. Ja. Ziet er goed uit. Damien, eenmaal. Hier, Sierra. Graag 3x HE of Fire Mission Foxtrot Zuid. Van mijn part kunnen we vertrekken. Dan gaan we lopen. Ik heb hem uitgehaald, hier dan geen zorgen hebben. Dankjewel, dankjewel, Chester. Geen ja, dank. Oké, sprinten, voorwaarts. I'm your guardian angel. Hey Mats, gaat het airfield echt bombarderen van ons? Hey, formatie ziet er mooi uit, jongens. Dat krijg je als je je GPC bent, Mats. Hey, staat er nog een keertje agressief overkomen vliegen? Hey, GBU. Ja, mag wel, Mike, Sierra. Hier, Mike, centrecht. Graag 2x HE op Fire Mission Golf ten noordoosten van Fire Mission Foxtrot, over. Fire Mission gezien, over. Godverdomme, kut, Kevin. Hij heeft een screenshot vandaag. GTA. Dank je, Mats. Ik ben nu klaar, jongen. Ik foto wel eens, photoshop hem wel voor je weg, Mike. Splash, over. Oh, waar zit die vent? Splash? Dat is lager. Nee, hij splasht hier op de grond dan. Contact rechts! Contact rechts! Mike, waar bravo. Oh, fuck yeah. Goeie zaak, Lui. Goed gereageerd. Ik ben heel erg gewond, kinders. Ga maar lekker. Sabrina. Kleine 360 onder 2 medics. Hebben jullie wat hulp nodig over de additional? Ga
gaan niet verder totdat de medic is opgehaald. Ik heb even een bugshot in kunnen. Ja, oh wow, en ja, Mike, wij hebben een Chester moment, wacht uit. Oké, stilte nu. Even een bugshot testen, ja? Jo. Kijk wat hij doet. Hey man, what the fuck doe jij nou weer in die lucht? Nee. Veel me ouwe. Ik wacht. Die bent zo goed als nieuw. Hoe ver zit het met de CLS? We zijn klaar. Klaar. Moet hij weer. Tim, op jou en Carl kunnen we weer voorwaarts. Yo, bewegen. Langsje. Ik heb een zieke screenshot gemaakt. Ik heb er wel meer. Oké, we gaan weer sprinten. Ik ben weer in de formatie. Ik ben bij Alpha afgezet, dus wat fuck je hip strike. Juist, oké. Loop maar eerst even met hun mee. Meld je even bij de GPC en dan zie ik je straks, oké? Roger. Man 1, nee, die golf gaat nu ook de airstrip op over. Zie je ook maximaal uggelen. Zometeen eens wat je hoort. Boom, 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 boom. Zulu, hier Romeo over. Je wacht op een moment dat Mats crasht. Ga lang wachten, bitch. Zo! Ik heb wat je links voor jullie. Nee, ga ik helemaal. Ik hoor je niet, wat? Ben je al gecrashed? Ik hoor gekraakt. Hij vliegt onder een tunnel door. Ah, boys, ik weet niet eens waar Alpha is nu, jongen. Ik loop midden op de fucking airstrip. Ik ga dood, Bogart. Vind eventjes een plekje waar je kunt verstoppen. Kom je halen. Mats! Kijk even naar de tracers, hier lopen nog steeds mensen. Hey Mats, geef biertje op Airfield. Zijn we klaar. KVO, dankjewel Mats. Zijn er 4. Oh, ik heb eentje geraakt. Zijn er 3? Nou Mats, dan weet je je taak toch, GP. Mike, bravo, over op de additional. Ja, ik heb nog twee, moet je zijn man. Ah, en dan nog even last aan landen, er is nou halt, halt, halt! Halt! Ja, zeg het maar. Ik zou graag een mortarstrijk willen hebben. Zo, we lopen nu weer richting jullie, maar zeg op die op de mast. Over. Ik heb groene rook op mijn positie, jongens, dus dan weet je waar de verloren Bravo member is. Kop je dat? Pim, leef je nog? Pim? Hier, Mike gezien. Hartstikke mooi! Ik ben bezig over long range. Ja, ik was even bezig. Oké, okay, copy. Pim, als we nog niet klaar zijn, want ik heb zo meteen denk ik... Oh nee, laat maar, geintje. Jongens, gewoon maximaal doorsprinten, linie maken wanneer dat we op een positie bennen en naar binnen lopen. Gewoon eerst de dubbele kolonne voortzetten. Ja. Yep. Dat we bij, oké, okay, kom in. Ja. Mike, splash. Trek je ook weer bij, Pim? Ja. Yep. Mike, bravo, good splash. Ik ga hier linksaf bewegen richting de blauwe lijn. Copy. Wordt die rechts van ons ook iets geleveld door Mike, what the fuck, hé? Hey? Yep, daar heb ik net even ingecallt, want ik hou geen zin in OVG'en nu. Bravo hier Mike, nogmaals, splash. Dat is een hele goede keuze. Mike, bravo op additional, good splash, good splash. Ik zie een tank, ik weet niet, ik zie Valley. Weet ik niet, ik denk niet dat we... Bravo, ja, dat is Wolf. Jongens, op jullie positie, links van Mike en Mikey en ik zie trouwens bravo, al friendlies bij de hangars en alles. Hier, bravo over. Bravo, u heeft af en toe een pak lopen met flashlight. Zeg even dat we hier zitten dan. Ik wil geen flashlight zien. En geen overschieten, dank u.
keken mooi in die compagnie. Ik kreeg klachten van Sierra. Ja, zeg even dat we... Sierra, bravo, het is gefixt. Roger dat, Sierra. Moet even naar binnen. Ik heb het idee dat alles al geklift is. Is dat nou... Charlie, is er wel wat? Jongens, ziet er goed uit zo. Cave, wapens hoog, die kant op bewegen. Als hij iets schiet, neerschieten. Tenzij dat hij van ons is. Ik wil net zeggen, ik zie golf. Romeo, bravo, beweeg nu het vliegveld over. Over. Zal ook wat zijn als dit niet vriendelijk was. Boys, voor jullie zitten hier in de muur, toch? Ja. En bij die muur staat een wachttorentje ergens in een hoekje. Ja. Ja, in hetzelfde hoekje staat een Pax. Iedereen maximaal die kant op bewegen, in linie. En daar op de ATC staan vriendelijke Pax, dus die staan er in principe 10 meter naast. Maar goed. Welke kant was dat, links of rechts? Dat groene wachttorentje bedoel je, man. Aan de kant waar de leeuwpaard nu rijdt, zeg maar, op die hoek. Kopie. Charlie, je kunt er zo meteen aangeven wanneer dus die dus op de komt, mag ik over? Zal ik even een gat in de muur maken voor jullie? De Zoela is op de grond. Mag, dank u wel, hoop je dat, voor de lichting. GPC geeft toestemming voor een gat in de muur. Ik kan mezelf toestemming geven hoor. Mijn squad, mijn leiding. Ik zie hem. Maximaal op die pak schieten. Het is dus wel aan de rechterkant, wat de fuck lui. Ja, weet ik. Ik ben niet blind. Oh, die vent is er weer. Ja, ik heb hem al neergeschoten met mijn meugel. Mooi. Oké, voorwaarts, sprint het compound in en alles kleren. Wat rechtsaf? Die ene met die vier groene torentjes noordwesten. Verrekening houden dat er niet in zitten. Joe. Ja, Romeo weer terug op het net over. Geen Pax als erin, zou je? Wat? Zitten het friendlies in dit compound? Laten we straks RTB gaan voor je krachtig over. Hier Romeo, lijkt mij beide niet nodig. Ik neem aan dat we Endex gewoon doen op het vliegveld waar we momenteel zijn, omdat iedereen daar toch al is over. Oké, wat wil je doen, Pim? Yankee, meegelopen. Gewoon kleren. Endex. Ja, het is Endex. Oh, Endex, dan wacht uit. Dan werd net in het midden van de scherm gezegd Endex. Niet schieten luid. Kom even naar het compound waar we eigenlijk zo oorspronkelijk zouden gaan kleren. Dan wachten we hier even op de verdere instructies van hoe en wat. De meest voorliggende hand op het vliegveld die we hebben gecaptured, over. Dan weet ik dat dat voor de hand liggend is, maar ik wil even confirmatie van Yankee hebben. Kunnen we doen. Hey, confirmatie, want praten over de radio is moeilijk. Zullen wij gaan verzamelen bij golf, dames en heren? Ook goed. Ja, laten we dat doen. Sierra is onder de zee, we gaan nu terug naar de Fennec. Magazijntjes ontladen. Hier zullen we onderweg naar Sierra, ik word nog wel een schoot uit meerdere richtingen over. Bij golf, volg mij maar. Ah, it's just a flesh wound. Ik zeg het niet dat ik gewond raak, maar ik word wel beschoten. Ja, is het just... Daar zie je hem. Zulu, hier Sierra. Hier Zulu. Wij hebben hier een Fennec staan, wij rijden naar het vliegveld over. Ah. Gewoon slingloaden die hap. Of het wil of niet. Negatief. Oké, lui, u nog zo maken, man. Goedemiddag. Hey, helpjes af, wapens ontladen, oortjes uit. En in de Unox rondom Akkerman. Akkerman gaan zitten.